Stel nou dat dit die mijn is in Marokko, hier zo. Dus we graven daar uit diepe lagen fosfaat eruit. Vervolgens brengen we dat fosfaat naar een fabriek toe en dan maken we er kunstmest van. Dus dan scheppen we die mijn als het ware leeg, gaat in tientallen jaren en we maken er kunstmest van. Dat ligt dan daar. Dat kunstmest, dat brengen we vervolgens naar Brazilië toe. Dus we brengen naar Brazilië toe. En wat we dan van doen, is we maken er plantjes van. Bijvoorbeeld soja. Nou, dus als dit nou even die plantjes zijn. Ja, dus nu hebben we er plantjes van gemaakt. Vervolgens brengen we die soja met een schip naar Rotterdam toe. Dus nu zitten al die fosfaatjes die eerst hierin zaten, die toen naar die fabriek zijn gegaan, toen plantjes geworden zijn, brengen we nu naar Rotterdam toe. En in Rotterdam komt het aan als diervoer. En dat diervoer, dat stopt vervolgens in een beest. En dan wordt er vlees van gemaakt aan de ene kant. Nou, nu is het even vlees geworden. En dat beest, dat poept. Die hebben we hier nog liggen. Dus die fosfaatjes gaan van hier naar daar. Naar hier, via Rotterdam. Vlees en poep. En dat poep, die verdwijnt gedeeltelijk, bijvoorbeeld voor de helft, onder de grond. Dat is een verliespost, die is weg. Nou, dat vlees, dat eten wij. Maar wij gaan ook naar de wc toe. Dus wij poepen ook nog eens een keertje. En ons poep, die verdwijnt vervolgens, nou ja, achter je, naar de oceaan. Dus dat is ook weg. Dat is ook weer weg. Dus dit is in de grond gedoken. Dat is dat poep van dat beest. Hier is ons eigen poep, is weggespoeld naar de oceaan. En dan is het weg. Zolang die grote vliesstromen, mensen en poep naar de oceaan en een stuk van het poep van de beesten de grond in, zolang je die niet rent of blokkeert, dan is optimaliseren bijvoorbeeld in meer rendement op soja via GMO of minder uitspoelen van die fosfaatjes hier de grond in Brazilië, heeft niet zo heel veel zin. Dat is een klein beetje optimaliseren, dat is procenten hier, procenten daar. Maar de grote stroom poep plus van mensen en die weggaat naar de oceaan en poep en plas van beesten wat wegzakt in de grond. En kunstmest of mest wat wegzakt in de grond. Ja, dat is gewoon weg. Maar Wouter, als we nou alle poep en plas van alle mensen op de aardbol gaan opvangen. Dus ook in weet ik veel, Afrika, in de Rimboe, in gewoon alle uithoeken. Ja. Overal. Mooi startpunt. Ja. Maar wat is je vraag? Nou ja, dan hebben we dus die cirkel. Ja, dan hebben we eigenlijk een soort van optimaal biologisch landbouwsysteem met volledige kringlopen. Ja, en dan uit zeg maar de vee-industrie ook van alle dieren. Ja. Nou, de verwachting is, en nogmaals, dit is een zeer controversieel punt, ja, dat we dan tussen de 2 en de 3 miljard mensen, misschien 4 miljard mensen, maar kunnen voeden. Maar we zijn dan met 9 of 10 miljard? In 2050 met 9 en daarna groeien we door naar 10. Dus dat betekent inderdaad dat er 6 miljard mensen geen eten hebben? Ja. Hoe kunnen we 9 miljard mensen voeden zonder? Nou, ik denk dat het niet kan. Ik denk dat het niet kan op termijn.